19 april 2021. Warm je tweedehands quality, 30 single unders. Met een touwtje, zonder touwtje, 30 keer. Vervolgens doe je 10 down-ups, springend, opstappend. 5 per kant bokstep op. Leg even een plaatje onder je hak voor het aantikken. Voor mannen kan je waarschijnlijk wel op deze hoogte, vrouwenhoogte eigenlijk. En voor een vrouw leg een plaatje van 10, 15, of misschien wel 10 en 15 neer. Zodat je hak de grond kan raken. 5 bij de rechterbeen en 5 linkerbeen. Als laatste van het rondje 10 air squats. Denk eraan dat je hierbij gecontroleerd naar beneden zakt. Zodat je onderin 2 seconden even vasthoudt en dan omhoog komt. Yes? Nog een keertje, 2 rondes, 30 singles, 10 down-ups, 5 per kant bokstep op en 10 gecontroleerde met 2 seconden pauze onderin air squats. Workout, lange workout vandaag, 30 minuten tanken. Yes? Four time doe je 100 double unders. Vervolgens doe je 50 burpees. 50 burpees, hop, borst raakt de grond, kom omhoog, klap boven je hoofd. 50 box jumps over. Als je een box, je springt erop. Hoge knie hoog springen, je draait een stap eraf. Iedereen stapt eraf. Omhoog, draai. Yes, 50 box jumps over. Dan ga je weer door met 50 kettlebell thrusters. Kettlebell in frontrekke positie, squatten, uitstoten. 50 keer. Yes. Dus kettlebell andersom, handenspistool in één keer. Thruster. Hop, 50 keer. Dan ga je op de weg terug weer. Na de kettlebell terug doe je weer 50 box jumps over. 50 keer. Hop. Stap eraf. Spring. 50 en op, doe je weer 50 burpees. Yes. En als allerlaatste doe je weer 100 double unders. Na je laatste double under, kijk op de klok en dan ben je klaar. Scalings, 200 single unders. Voor novice, advanced, 50 double under attempts. Yes. Voor de burpee, natuurlijk een down-up. Voor scaling eventueel, stappen, hop en omhoog. Voor de box jump over is het box step over. Dus je stapt erop, draait op de box en tikt aan. Yes, step over. Gewicht voor de kettlebell RX 16x24, novice 8x12 en voor advanced 12x16. Yes. 30 minuten tanken, heb je niet af, geeft niks, dan ga je gewoon 30 minuten lang bewegen. Is ook hartstikke goed voor je. Cooling down is 2 minuten standing straddle snatch. De les duurt maar 3 kwartier, dus je moet dan een klein beetje de tijd in de gaten houden, omdat je wel 30 minuten tanken is. Ga er maar vanuit dat je 30 minuten bezig bent. Yes, op deze manier ga ik 2 minuutjes eventjes rek uitstrekken. En that's it voor morgen.